Hij heeft daarbij politieinformatie vrijgegeven. Welke informatie? Wees duidelijk, welke informatie heeft hij vrijgegeven? Oh, en ik wou graag de roepnummers van de agent die mij hebben aangehouden. Dat kan dadelijk in papierwerk eventueel geregeld worden. Meneer de advocaat, vertel. Nou, ik heb mijn cliënt even gesproken. Er zijn een aantal dingen die mij een beetje zorg baren. Hij heeft mij gewoon zijn kant van het verhaal verteld. Hij komt een beetje overeen met... Klopt, naar mij zeggen, klopt dat allemaal een beetje. Ook omdat er werd vernoemd dat er een. Dat een mevrouw Sonic een auto had gestolen van een advocaat. Toevallig weet ik dat, dat klopt, want dat was mijn auto. Oh, hier precies. Ik loog niet, hè? Ik loog niet. Dus dat kan zeker kloppen. Weet ook nog wat voor voertuig dat was? Het was zo'n oranje-goudige, weet ik veel. Ja, mijn gouden Nissan GT-R. Hij was hij had de bijnaam Dono. Ik heb op een moment gezegd dat dit niet klopt, zeg maar. Maar nee, dat zeg ik ook niet. Ik laat alleen weten dat het verhaal overeenkomt met dat mijn auto is gestolen. Nou, misschien dat het tot zover overeenkomt. We hebben toch wel een paar gaten in meneer van zijn verhaal gevonden. Ja. Die wij graag nader uitgelegd willen krijgen. Mm-hmm. Een van die dingen is dat meneer op Blokkenpark informatie heeft verstrekt aan criminelen. Weliswaar wetend of onwetend. Hij heeft daarbij politieinformatie vrijgegeven. Welke informatie? Wees duidelijk, welke informatie uitpraten, heb je vrijgegeven? Ik wil niet dat je me onderbreekt als ik aan het praten ben. Wat is het ding? Ja, kan ik door of heb je nog iets te zeggen? Ga maar door, ik kan mijn mond wel. Nou, meneer heeft dus politieinformatie verstrekt. Het zou gaan over informatie over een persoon die zou worden aangehouden. Of in ieder geval locaties van politieagenten, van collega's die hij heeft blootgesteld. Waarmee hij natuurlijk ook mensen in gevaar brengt. Daarvan hebben we ook hard zwart op wit bewijs. Mm-hmm. Dus als u dat eventueel zou willen inzien, kan dat dadelijk geregeld worden. En voor de rest hebben we hem net even ondervraagd. Op dat moment, eerst kwam hij met een verhaal aanzetten, we zullen het even verhaal A noemen. Dat was dat hij was een beetje onduidelijk, maar dat hij Sonic of iets met Sonic wou doen in ieder geval. En dat Sonic die auto gestolen had. En, ja, van deze meneer. Ja, meneer, ik geef dadelijk de tijd om het uit te leggen. Ik zal eerst even uitleggen aan meneer hoe wij het hebben ervaren. Anders staan we hier over een uur nog. Ja. Dus toen heeft hij dat verklaard en dat zijn goede vriend Jaap. Die hem naar de stad zou hebben gehaald. Hè? Dat die uiteindelijk hem in die auto zou hebben afgezet. Want we hebben hem ook afgezet zien worden in die auto. Wat natuurlijk ook frappant is. Hè? Als hij weet dat het voertuig gestolen is. Want met dat verhaal kwam hij zelf. Dat hij wel vervolgens in een gestolen voertuig wordt afgezet. Vind ik apart. Maar kan aan mij liggen. Vervolgens komt hij meer dan met één verhaal auto B. Door de stad, hè? Vervolgens komt hij aan met verhaal B. Dat is dat hij... Toch Sonic wel iets meer kende dan dat hij in verhaal A aangaf. Jaap kende die minder goed in verhaal B dan dat hij in verhaal A zei. Hij spreekt Jaap eigenlijk nooit en hij kent hem nauwelijks. Terwijl in het begin gaf hij aan nee, dat hij duidelijk naar deze stad gehaald. Nee, toen ik hier net was, heb ik heel veel met Jaap gepraat. Nee, maar me ik even heb hem nu uitpraat, al 2-3 weken, 4 weken niet gesproken. Ja, maar je maakt mij hoofdweg, twee mag gek. Bedwang houden, want dit schiet niet op zo. U krijgt dadelijk duidelijk even de kans om uw eigen kant van het verhaal nog een keer te vertellen. Maar ja, zoals in ieder geval ik probeer te zeggen, is meneer met twee verschillende verhalen bij ons gekomen. De ene keer weet hij net iets meer dan de andere keer. En we hebben bepaalde dingen gewoon zwart op wit staan die hij blijft ontkennen. Dus ik zou graag zijn kant van het verhaal willen weten. En dan ditmaal het echte, de echte kant. Ik heb een vraag aan mijn advocaat, mag die stellen? Ja, tuurlijk. Meneer advocaat, Mick? Ja. Toen zij mij ondervraagden in die kelder, toen is niet verteld dat ik werd aangehouden. De rechter zijn ook niet verteld. Mag die informatie dan worden gebruikt of niet? Nee. Oh, nou dan roep ik mij, wil ik, mogen jullie vragen stellen? Dan zeg ik wel waar ik op antwoord. Nou ja, u heeft ook antwoord. Ik zal even uitleggen hoe het zit, meneer. Maar dat moet niet gebruikt worden, want...
Moment, ja, moment, stop. Voordat we verder gaan. Aangezien zijn rechten niet zijn voorgelezen voordat het voorhoor werd gepleegd, is alles wat daarbij is verteld, wordt weggewerkt. Ik zal even uitleggen hoe dat werkt, meneer. Meneer heeft namelijk een eed afgelegd, dat hij altijd eerlijk zou zijn. En natuurlijk, ja, u weet wat die eed inhoudt. Bij die eed komt ook kijken dat mocht jij in je functie in een bepaalde situatie komen waarin er aan jou wordt getwijfeld, heeft hij op dat moment ook even geen recht bijstand. Ik heb hem op dat moment ook zelf gemeld dat hij later op het verhoor op het bureau kans heeft om een advocaat te raadplegen. Eerst hebben we hem namelijk daar naartoe gehaald om een huiszoeking te plegen bij hem. Nou, hij heeft zelf geen woningadres in ieder geval, dus ik neem aan dat hij bij een vriend Nee, niet meer, nee. Richting. Maar in ieder geval hebben we dus even in zijn voertuig gekeken, want dat wordt ook bij een huiszoeking bevel. Iets gevonden? Nee, we hebben niks gevonden, maar dat doet er voor de rest niet toe. Verder Waarom hebben wij, deed je dan? Nee, ik ben even aan het praten, dus als u graag maar niet zou willen onderbreken. Voor de huiszoeking bevel heb ik met meneer gesproken. Maar het hele feit is dat ik hem zelf niets heb gevraagd in principe. Ik heb zelf gezegd in ieder geval alleen wat wij weten. En hij is daarna zelf een hele verklaring af gaan leggen. Twee verschillende verklaringen wel te verstaan. Weet je het gek, ik moest knieën voor je alsof ik je daggo was. Jij moest op dat moment inderdaad even gehoorzaam zijn. Maar los daarvan hebben wij jou gewoon puur vermeld wat wij weten. En de rest wat jij hebt verteld, kom uit jouw eigen mond. Nee, je ging allemaal vragen aan mij stellen. Nee. Nou, verdraai het verhaal. Verdraai het verhaal? Nee, dat is echt. Ja, luister, wij hebben verteld wat onze bevindingen waren. Je hebt daar zelf. Eerst zei je nee, zo is dat niet. Het is zo en zo. Nee, jij vroeg uiteindelijk van. En wat vind je er dan van als jij. Als jij met criminelen omgaat, en wat vind je het normaal als je zegt dat de politie niet, nu aankomt rijden? Nee. Oh, dan heeft jouw collega dat gezegd. Ik zei, vind jij het normaal dat jij met criminelen omgaat buiten je diensttijd? En dat jij hun informatie van de politie verschaft? Ik vroeg of jij dat normaal vond. En daarop zei je ja, maar dat is in principe niet een strafbaar feit of iets wat aan deze veroordeling deelneemt. Dus het feit dat jij zelf hebt verteld over het verhaal met Jaap en Sonic, is het feit dat ik daar helemaal geen vragen om heb gesteld. Dus mag dat gewoon nog gebruikt worden. Nee, je ging allemaal vragen. Wordt toch niet voor niets in een kelder gestopt? Kelder, dat vind ik een beetje raar. Ik weet niet welke kelder jongen, dat had een trap en er stonden allemaal lampen in mijn gezicht gericht of tegen mijn rug. James, waren we in een kelder? Volgens mij waren wij niet in de kelder, hoor. Volgens mij stonden we gewoon netjes in een schuur. Of in een loods, hoe je dat ook wil noemen. Nou, netjes in een schuur. Netjes in een schuur, er wordt een zak over mijn hoofd gedaan. De zak komt eraf als ik in een schuur sta. Dan is het toch de. Het is voor onze eigen veiligheid, omdat zo eerder locaties van collega's hebben gedeeld. Waardoor er levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. En daarbij hebben we gekozen voor die schuur om meneer even naartoe te halen, omdat daarbij dichtbij zijn autogarage zit, waar zijn voertuigen staan opgeslagen. Dus dat is daarvoor de reden geweest. Zoals u ziet bij het officiële voor zitten we gewoon netjes hier met u. Wat meneer daarvoor heeft verteld, ja, hoeveel... Ik heb vragen aan jou. Ik heb eerst vragen aan mijn advocaat. Meneer advocaat, mag ik in de boeien worden geslagen als ik ruim daarna nog niet word aangehouden? Ik was staande al op dat moment. Ja, en alsnog doe je boeien om en doe je zak omhoog. Ik vroeg wat aan hem, niet aan jou. Nou, ik heb jou duidelijk gemeld dat je op dat moment niet aan... Ik vroeg wat aan hem, niet aan jou. Ja, maar ik zeg het even voor je advocaat, want die was er zelf niet bij. Dus het is handig als ik het even uitleg. Jij zegt, ben ik aangehouden? Ik zeg, nee, op dit moment ben je staande gehouden. We gaan op dit moment een huiszoekingsbevel uitvoeren. En dat heb ik jou gemeld. En nadat die huiszoeking is voltooid, heb ik gezegd dat je bent aangehouden. En heb ik jou netjes je rechten verteld, waar of niet waar. Ik heb geen rechten gehoord hoor. Je hebt alleen gezegd dat je bent aangehouden. Je bent aangehouden vanwege corruptie. Dat is wat jij hebt gezegd. Daarna gingen jullie rijden en daarna... Nee, ik heb niet eens corruptie. Ik heb gezegd, je bent aangehouden. Je hebt het recht op een advocaat. Je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan en wordt tegen je gebruikt. Nu word ik helemaal gek. Alles wordt verdraaid. Alles wordt verdraaid, die godverdomme. James, heb je dat toevallig op je bodycam staan? Heb ik zeker op bodycam staan. Oh, perfect. Stuur dat even naar mij door, want dan kan ik het even meteen aan advocaat laten zien. Want jullie mogen gelijk alle bewijs laten zien die jullie hebben over corruptie. Ja, ik hoef jou in ieder geval niks te laten zien. Ik ga het advocaat wel laten zien. Zeker wel. Ja, ik ga het advocaat wel laten zien, maar ik kan niet daarover in gesprek. Want zoals je ziet is het een beetje een doelloos einde om met hem een gesprek aan te gaan. Want hij verdraait dingen die gewoon op camera staan. En daarbij... Wat zeg je doelloos einde? Security stage. Dus ja, als het aan mij ligt, kan we anders laat ik zelfs het voor verder gaan.
Mijn cliënt heeft het recht om voor het eerste verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. Voor sommige tijd heb je hem al ver... het is zeker een verhoring. Jullie stellen hem vragen. Met betrekking tot de strafbaarheid, dat is een verhoor. Nee. Zoals ik zeg, hebben wij alleen onze vermeldingen gedaan. En komt hij daarna zelf met een heel verhaal aan zitten. Ik heb daar zelf geen vragen over. En jullie hebben geen vragen gesteld? Geen enkele? Nou, na het verhaal wat hij heeft verteld, heb ik een vraag gesteld. Maar daar is open antwoorden. Ja, kijk, dat heeft hij zelf niet gedaan. Maar vragen stellen over een strafbaar feit waarbij een onderzoek loopt. Nee, maar het was niet over een strafbaar feit. Ik vroeg of hij een enkele vraag die over het verhaal wordt gevraagd. Je vroeg onder andere naar Sonic, of ik bij Sonic in de auto heb gezeten, dat heb jij gevraagd. Je hebt gezien, we hebben dat gezien, klopt luister, dat? Dat is wat je hebt gezegd. Volgens mij snap je het niet, want ik heb jou niks gevraagd. Ik zei jou, wij weten dat jij bij Sonic in de auto hebt gezeten. Dus ik weet niet wat daaraan een vraag is. Ik wil brood en ik wil water. Dat heb ik nog steeds niet gehad. Zoals ik net ook al zeg, mag je het gewoon normaal vragen als je iets wil hebben. Ja, hoeft niet eens alsjeblieft te horen, maar je mag het wel gewoon normaal vragen. Mag water en brood, dankjewel. Zeker meneer. Kom binnen. Staat iemand voor die deur toe of niet? Ja, ik hoorde ook geklopt. Die deur. Hé, mag ik alleen met mijn advocaat praten? Aangezien jullie toch Je mag met je advocaat praten, maar als het... alleen. Nee, geef me 2 minuten. Meneer advocaat, ik zou jou in ieder geval even graag willen uitnodigen om eerst even die beelden te bekijken. Want ik heb geen zin om hier een half uur weleens niet eens verhaal te spelen. Terwijl wij gewoon een beeld hebben staan. Mag het ook allemaal inzien. Als jij dat daarna met jouw cliënt wilt delen, vind ik dat prima. Maar het lijkt me handig dat we het gewoon even samen inzien voordat er weer heel de tijd helemaal geschreeuwd wordt. Voor zover ik weet heeft een verdachte altijd recht om... Zeker, maar dat zeg ik. U mag het zelf met hem daarna inzien. Ik heb... What the fuck? Wat was dat? Zwaak, voel me hier niet veilig. Maar ik denk niet dat het door de muur heen kan, maar door de deur weet ik niet. Foutje met lightbars. Meneer advocaat, waar wil u het bewijs even het makkelijkste inzien? Dat is mogelijk in advocatenbureau Panera gemeente. Yes, goed, even. Wil je, mag ik ook komen? Ik hou mond wel dan. Ik zal het zo met u delen als we klaar zijn. Ja, daar zijn we weer. Ik heb het ingezien inderdaad. Ik wil ook zien. Ja, je advocaat kan het eigenlijk met jou delen. Hij heeft het beeld in bezit. Even kijken hoor. Wil jij hem nog spreken? Of... Ja, ik wil hem nog spreken. Van die beelden? Nou, ik voeg het eigenlijk aan de advocaat, maar... Ik wil hem al nog eventjes privé spreken, inderdaad. Ja, is goed, dan komen we zo terug. Hoi, ik met de beelden. Zo, hier. Hoi. Dit is lastig. Maar, ik zie die shit niet meer, man. Ik kan niet zien of ik nou fluister of. Ik heb geen idee. Wacht, ik loop even heen en weer. Blijf je praten? La 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 la. Ja, is prima. Laat zien of zo. Ik zal ze even naar je sturen. Ik zal dit ook in video editen of zo. Als dat hebben wij zo lang. Wat? Hij heeft het gewoon walnootje genoemd. Dit kan eigenlijk niet. Politie! Ja, maar ik kom even onderschatten. Kom gewoon zijn bandje. Ik had het voor jullie hebben. Ja, broer, ik word heel tijd geskipt bij de promo's. Heel tijd geskipt? Ja man, heel tijd geskipt. Dat kan je erin. Audi staat heel veel tijd bij BB. Ja, die agenten willen.
zijn nu richting BP of zo, want het staat tegen de Audi gesloten. Eén maar meneer, de advocaat. Ja. Die agent die geeft gewoon juist, terwijl ik buiten dienst ben, hè, ik loop gewoon als burger rond, legt die tegen mij, waar andere burgers ook bij zijn, dat ze Sonic gaan pakken. Dan, ja. Is dat toch, dan doen zij toch ook wat fout? Ja. Want zij zeggen dat gewoon in het openbaar, dan kan ik dat ook gewoon doorvertellen. Nou, dat betekent niet dat jij dat ook mag, maar dat betekent wel dat hun fout zit, inderdaad. Eens even kijken hoor. Hetgene wat ze me... Wat belangrijk is voordat je de tweede bekijkt. Bij de tweede lezen ze jou de rechten voor. Dat staat op beeld. Het enige wat mij niet. Wat ze u niet hebben verteld. Is. U heeft het recht om voor het eerste verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. En ze zeggen natuurlijk: ja, dat was geen verhoor, dit, dat, maar. Dat was zeker een verhoor. Met betrekking tot een onderzoek wat loopt, is een verhoor. Mogen pas vragen stellen bij een verhoor. Ook al vertel je een verhaal, mogen ze pas vragen stellen bij een verhoor. Wacht, ik kan misschien even mijn bodycam op pauze zetten en gelijk weer aanzetten. Dan kan ik even terughalen. Mm-hmm. Momentje, ja? Ja. Ah, zo, wat zei je? Zijn jullie klaar? Anders gaat het wel even lang duren. Ik heb bewijs dat jullie gewoon hebben zitten vragen, hoor. Ik moet bijna niet zeggen, net niet. Zo, nee. Jij beroept je gewoon op je zwijgerecht. Ik heb bewijs dat je ingezien, inderdaad. Ook heb ik op bodycam op mijn Google Glasses staan dat jullie zeggen dat er geen vragen zijn gesteld. Klopt dit? Nou ja, er zijn geen directe vragen gesteld in het vorm van een vervolg, inderdaad. Ja, ik heb wel duidelijk bewijs dat je gezien over dat er een... verhoor is gepleegd, waaronder een van de vragen, en ik citeer, meneer Walnelt, kunt u ons vertellen waar u de afgelopen dagen bent geweest? Mm-hmm. Dat gaat volgens mij niet in op de feiten, toch? Zo'n algemene vraag. Nee, daarna werd er Het is wel met betrekking tot de zaak. Vertel me over de Sonic-vraag. Vertel me over de Sonic-vraag. Op basis maar van... los daarvan, meneer, ik... Ik begrijp waar je naartoe wil, maar meneer wordt niet veroordeeld op zijn verklaring die meneer heeft afgegeven, maar op, op het beeldbewijs wat ik u heb laten inzien. Dus in principe snap ik waar je naartoe wil, maar eigenlijk heeft het weinig zin, want die hele verklaring die hij daar zou hebben afgegeven, gebruiken we toch niet. Daarom. Omdat het ook een broodje aap is. Dus. Ja, het is ook belangrijk om te weten dat niks vanaf dat verhoor wordt meegenomen. Nee, dat wordt inderdaad niet meegenomen. Het enige waar ik mee zit... Even kijken. Ook volgens een brochure die je gewoon over kan downloaden, die kan ik in één keer doorsturen als je wilt. Ik hou echt van de overheid met betrekking tot mijn cliëntse rechten, staat er duidelijk bij rechten punt nummer 3. U heeft het recht om voor het eerste verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. Klopt, nou, maar het was dat, ook geen verhoor, toch? Nou, dat zag er duidelijk uit als een verhoor. Alleen, voor het politiebureau wordt uitgevoerd, ja, inderdaad. Precies, dus vandaar dat we ook hier zitten op dit moment. Daarom, en meneer die is niet hier eerder verhoord voordat ik ben ingeschakeld? Negatief. We hebben meneer niet verhoord hier. Het ding is gewoon dat wij hem daar even wat vragen in zetten, ook om hem even duidelijk te maken waarom die huiszoeking kwam. Ik vind het niet echt een verhoor, het waren gewoon meer algemene open vragen. Je vraagt, letterlijk, wat doe jij met Sonic? Meneer, mag je even uitpraten? Ja, dat is gewoon een vraag, dat is gewoon... Nou, dat vind ik niet een hele... Maar wat ik dus wou zeggen, meneer, is nadat we u echt hebben aangehouden, en dat ik het ook naar u heb gemeld, hebben wij gewoon uw rechten verteld, hebben wij u niet verhoord nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van die advocaat. Want meneer de advocaat, wat u ook moet inzien en wat u denk ik ook wel snapt, is een persoon vragen stellen, ondanks dat hij een advocaat heeft gevraagd, mag gewoon. Hij is niet verplicht om deze te antwoorden, maar de vragen mogen wel gewoon gesteld worden. Maar dat is zelfs niet gebeurd, dus... En meneer die was eerst alleen staande gehouden. Ja, correct. Voor de huis. En vanaf de staande houding, kunt u mij vertellen hoe dat is gelopen vanaf dat moment? Ja, zeker. We hebben meneer zijn voertuig doorzocht. Maar in principe werkte die redelijk mee. Hij deed een beetje apart, maar hij werkte gewoon goed mee.
Niks aangetroffen in zijn voertuigen. Nou, ik heb meneer verteld dat hij is aangehouden wegens verdenking van corruptie. Ik heb meneer zijn rechten verteld, daarna is hij naar het politiebureau vervoerd. Dus hier heeft hij in de cel gezeten. Hebben wij meteen gezegd, nou, wie is je advocaat? Moet ik het advocatenbureau bellen? Nee, ik heb een eigen advocaat. Nou, vervolgens komt hij alsnog hier naartoe, maar dat terzijde. Nou, dit is mijn advocaat. Dus zo is het voor mij gegaan. Ja, dat snap ik, maar ik vroeg aan u of ik hem moest bellen en toen zei u nee. Maar, nee, ik mocht hem zelf bellen van uw collega. Ja, nee, dat klopt. U mag hem ook zelf bellen, hoor. Dat is niet het probleem. Ik heb wel nog vragen aan mijn advocaat, hè. Momentje hoor. Voordat we verder gaan, met betrekking tot het doorzoeken van de voertuigen, wat ik wel belangrijk vind om te weten. Is er gevraagd om zijn toestemming? Nee, ik heb het hem medegedeeld. Hij heeft zelf vrijwillig die auto's uit de garage gehaald, dus daarmee gaat hij akkoord. Er werd gezegd, haal je auto's maar uit de garage, één voor één, en laat ze maar staan. Meneer heeft de beelden gezien, dus hij weet wat er is gebeurd. Dat weet ik inderdaad. Hetgene wat wel belangrijk is om te weten. Meneer moet toestemming geven om zijn voertuig te laten doorzoeken. Ook al is er, hoe zeg je dat? Aanleiding om dat te doen. Meneer moet wel toestemming geven. Dit is namelijk belangrijk. Stel je voor, de politie heeft geen toestemming van mijn cliënt om de auto te doorzoeken. Dan is er een mogelijkheid om zich te beroepen op onrechtmatigheid. Maar we hebben een toestemming van de OV gekregen voor deze huiszoeking. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Het huiszoekingsbevel heeft er ook gewoon volledig recht op. Maar er moet alsnog toestemming gevraagd worden. Dit moet, omdat er kans is dat ik dan zich beroepen op onrechtmatigheid. Als hij geen toestemming geeft, dan kan hij zich daarop beroepen. Als hij wel toestemming geeft, dan doet hij afstand van alle rechten en dan kan hij zich niet meer erop beroepen. Ah, deze man is echt goudwaard. We hebben dat niet meegekregen. Ook niet van de OVJ, dus vandaar dat we dat ook niet hebben gedaan. Omdat we het niet wisten, dus... Voor de rest heeft het er niet veel van toepassen, maar ik vond het wel belangrijk om te benoemen. Nou ja, toch. Nu wat graag aan mijn advocaat? Van mij mag je. Ja, meneer de advocaat. Is het normaal of... mag het zeg maar dat je iemand staande houdt? Maar ondertussen wordt hij wel twee keer vervoerd in de boeien geslagen en wordt er zak over zijn hoofd gedaan. Dat is het volgende punt waar het dus naar wou vragen inderdaad. Voor zover ik weet mag een persoon alleen vervoerd worden en geboeid en vervoerd en geboeid worden op het moment dat hij wordt aangehouden. Wat dan ook medegedeeld moet worden. Het zit hem ook duidelijk in de naam staande houding, dus dat meneer staande moet blijven. Zodra meneer op de vlucht slaat of vervoerd moet worden, moet deze worden aangehouden. Nee, dat begrijp ik. En meneer die is meegenomen met handboeien, hij is in de auto gezet en is vervoerd zonder dat hij werd aangehouden. Pas later maar zoals je ziet is meneer ook niet meegenomen door noodhulp, maar door de DESI. Die speciale interventies, die werken nou helemaal net iets anders. Daarbij komt kijken dat er een zak over je hoofd en handboeien komen. We moeten natuurlijk ook in acht houden dat meneer eerder al locaties van collega's heeft gedeeld wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Dat in je achterhoofd meegenomen en ook meegenomen in het feit dat je natuurlijk als ze hem gaan staande houden, hij op dat moment een dienstwapen in bezit heeft, een taser in bezit heeft, een slagstok in bezit heeft. Nee, dat begrijp ik. Is gekozen voor als je aan mij had gevraagd of ik mijn wapenriem op de grond wou leggen, dan had ik dat ook gedaan, hè? Ja, dat is heel mooi. En anders hou je dat zegt dat jij dat had gedaan, maar daar kunnen wij natuurlijk niet mee afvoeren. Het is gewoon een protocol wat wordt uitgevoerd op iedereen. Moment, meneer Malnat, voordat we verder gaan. Ja. Kijk, ik snap inderdaad dat meneer gewoon meegenomen moet worden in de boeien voor uur veiligheid natuurlijk. Dat is volledig begrijpelijk, ook met betrekking tot het dienstwapen. Alleen op het moment dat meneer in de boeien geslagen wordt, moet hem worden verteld dat hij is aangehouden. Op dat moment was hij dus nog niet aangehouden. Hij was op dat moment staande houden. Dan mag hij ook niet in de boeien geslagen worden. Jazeker. Of als je iemand staan houdt, mag je hem ook boeien. Als meneer in ieder geval, zolang meneer een gevaar dreigt voor zichzelf of voor de samenleving, mag meneer gewoon geboeid worden. En net op dat moment. Sorry? En vervoerd worden? Ja, vervoerd ook. En dat vervoeren zit dan ook in een stukje die speciale interventies. Die hebben daar net iets hogere uitzondering dan in de gewone. Zou je wat leuks vertellen? Ik heb het in mijn hoofd met de DSC zelf meegemaakt, dat mag niet.
Nou, als wij iemand ik ben zelf aangehouden door de DSI. Nou, dan weet ik hier wel u als advocaat doet meneer. Nee, ik zeg in mijn hoofd natuurlijk. Hè. Oh. Ik weet precies wat het kijk, in ieder geval hier in de stad weet het zo, dat de DSI dat zeker mag doen. De fuck heeft niks na, dat hij wordt aangehouden door de DSI. Je zou het in ieder geval op kunnen vragen bij de koorsleiding. En dan zal misschien de commandant of de sectiecommandant jou daar een heel fijne uitleg van kunnen geven. Of eventueel een schriftelijk, mondelijk, hoe je dat dan ook zou willen. Dus dat kan zeker. Onschuldige hamburger. Mag ik het vragen, meneer de regisseur? Zeker dus. Wat is de straf voor corruptie? Dan moeten we daar even bekijken. Meneer, jij hebt mij losgelaten. Zo, die staat opgeschreven. Yes, oké, top. Dat is dan duidelijk. Zal ik dat opvragen. Ja, sommige dingen moeten natuurlijk wel praktisch uitvoerbaar blijven hier in Spekenbeek. Dus vandaar dat sommige dingen iets afwijken. Maar dat is daarom wil ik ook duidelijk bij de portlijn vragen hoe dat hier zit. Ja, nee, duidelijk. Dan kan dat in ieder geval op een later tijdstip zeker geregeld worden. Ja. Hebben jullie voor de rest nog punten of dingen die jullie willen weten? Ik heb nog wat dingen die... ik heb nog eigenlijk nog wel een vraag. Ja. Ik heb net dat bewijs gekeken van wat jullie hebben gestuurd. Het klopt dat ik inderdaad heb gezegd, de politie die komt eraan. Echter schreeuwt een collega dus ook, over heel Blokkenpark heen, dat Sonic wordt gezocht en wordt aangehouden en vuurwapen gevaarlijk is. Dat had iedereen net zo goed kunnen horen. Dus waarom iedereen zit in de auto met zijn ramen dicht, dus als goed is kan je er niet op. Nou, het werd gewoon gezegd op het moment dat ik met hem op Blokkenpark zelf stond. Heb jij daar bewijs van? Dat is het bewijs dat jullie zelf hebben gegeven. Dat staat erop. Ja, dat heb ik net ook met mijn advocaat. Ik kan me daar niet in herinneren dat iemand staat te schreeuwen naast de auto. Ja, te schreeuwen, het wordt gewoon over. Die zitten gewoon in de auto. Bij het bosje daar, zo stond het. Stond daar de agent? Ja, daar stond ik ook. Die stond naast hem. Even terugkijken. En, maar los daarvan is dat volgens mij geen excuus om jou vrij te pleiten. Of zie ik dat verkeerd? Oké, daar hebben we misschien niet over. Oké, daar praat ik nu toch ook niet over. Het is niet vrij te pleiten. Maar ik vind het echter wel dat ik nu word aangesproken. Ik word nu aangesproken omdat ik iets vertel dat de politie daar aankomt. Ja, maar jij bent uit functie, hè? Dus hou dat wel even in je hoofd. Die meneer de collega die daar staat is in functie en jij bent uit functie. Stelt dat dan iemand uit functie? Maar burgers bij staan? Ja, dat is apart. Maar daar kunnen we zeker even in kijken. Maar op dit moment gaat het even over meneer Walnut. Dus, daarnaast heb ik, vind ik het een beetje apart. Ja, wat was de strafeis ook alweer? Ik heb nog geen strafeis gezien. Ja, maar je zou gaan kijken hoeveel wat de straf was. Ja, klopt, maar ik heb nog niet gekeken. Ik wil eens graag even het gesprek afhandelen. Even tijd hoor. Ja, want als die strafeis is verteld, wil ik daarna nog heel even met mijn advocaat praten. Ja, dat mag altijd nog hoor, maar zover zijn we nog niet. Helaas. Ik zou wel graag willen weten welk artikel exact is overschreden waarbij staat dat het corruptie is. Dat is denk ik wel handig om te weten. Je hebt het niet gevraagd. Ik ga het zo meteen op de hoek bij. Yes. Ik hoef straks maar 1 minuutje met mijn advocaat te praten hoor, niet 10 minuten. Voordat jullie denken, we zijn weer 10 minuten bezig. Dit is echt een koude lange rechtszaak, we zijn gewoon zo tering lang bezig. Yes. Hey, hoor je mij? Ik hoor u. Ah, top. U wou weten welk feit het was, toch? Ja. Klein momentje. Pak hem er even bij. Wat zegt u? Artikel 272 SR, het lekken van ambachtelijke. Even kijken, informatie staat. Dus u mag even daar zo in de hoek gaan staan, alsjeblieft. Het blootstellen van een ambachtsgeheim / lekken van informatie. Die kunt u zelf opzoeken. Waar stond dat? Artikel 272 SR. Die is 7 jaar. Nee, niet per se. Ik bedoel. Nou, dat denk ik wel. Om in
met u in een onbekende auto, ik weet het niet. Die is... Ja. Ja, maar u wilt niet gaan staan. Helemaal top. Dus even kijken. Wat is die straf? Ja. Moet nog wat te eten, wat te drinken? Overigens valt dat dan ook weer onder het artikel 177, wetboek van strafrecht uit mijn hoofd, corruptie, ambachtelijke corruptie, sorry. En daar staat een maximaal gevangenisstraf op van, hoe moet ik het uitrekenen nog, 150 maanden en een geldboete van de vijfde categorie. Dus dat zal rond 10.000 euro maximaal zijn. Ik dacht, vijfde categorie, we hebben het over 200.000 euro of zo. Dat ga ik nooit kunnen betalen. Maar 10.000 euro kan ik wel. 10.000. Wat is de totale eis? Ook weer? De totale eis zou dan zijn. Maar ja, met enige aftrek dat we hier zitten, ik neem de tijd dat jullie samen in gesprek zijn, niet mee als je het niet erg vindt. Dus laten we zeggen. Nou, 130 maanden en geldboete van 10.000 euro. Dat is op dit moment de eis. Ja, en wat is de standaard eis die wordt beschreven? Een maximum van 150 maanden en dan ook een boete van de vijfde categorie. Dus dat is ook maximaal 10.000. Hier is dan heb ik even duidelijk meegeschreven. Is even kijken. Yes, even kijken. Ik heb hem hier als het goed is staan. Het enige wat ik niet heb gehoord is artikel 363. Ik weet niet of die bij jullie er ook in staat. 363 zei je, hè? Ja. Ik weet niet of die bij jullie hetzelfde erin staat namelijk. Van het wet van strafrecht. Even kijken. Die niet in staan. Nee, want als het goed is die niet van toepassing. Wat ik wel duidelijk wil hebben. Die is ook niet benoemd inderdaad, maar daarom moet ik dat ook even dubbelchecken. Die staat er bij ons niet in, maar... Zal ik even een fotootje ervan doorsturen? Ja, zo fijn zo. Hij staat er bij ons niet in, dus daar wordt hij dan ook niet van verlaten, uiteraard. Top. Ik had het wel belangrijk om te bekijken inderdaad. Ja. Zo, iemand wordt veroordeeld voor 0 maanden. Dat is altijd handig. Oké, dan is dat goed. Dan kan ik die weg doen. Momenteel is het inderdaad dan artikel 272 van het wetboek van strafrecht. Schending van geheimen. Uh-huh.